Een hele goede middag allemaal. Natuurlijk hartstikke bijzonder om de eerste, in ieder geval voor mij, een eerste digitale opening te doen. Bij mij vanuit achter de tafel van burgemeesters en wethouders hier op het stadhuis. Helaas, normaal bij dit soort dingen, dan kijk ik altijd een hele mooie volle zaal in, vol enthousiaste gezichten. En slimme koppen die met moral programming aan de slag gaan. Maar ik zou dus willen zeggen allereerst welkom in Eindhoven. Maar ja, dan online. Want ik weet natuurlijk niet of jullie er allemaal zijn of vanuit andere gebieden inloggen. Eindhoven, dames en heren, de stad van licht, de stad van innovatie en de stad van high-tech. En zoals onze technoten ooit vroeger zeiden in het NAPLAB, wat we kunnen bedenken, dat kunnen we ook echt maken. Daar zitten geen belemmeringen op. En dat is, als je nu kijkt, zelfs in die coronatijd, nog steeds zo. Maar technologie is ons wel altijd een paar stappen voor. En staan we dan ook genoeg stil bij wat technologie ons ook echt brengt? Of technologie ons echt in dienst staat, als het ware, van de reële economie. In dienst staat van die echte samenleving. En over wie eigenlijk over die technologie gaat en over waar de grenzen liggen. Nou, vandaag gaan jullie met elkaar, zoals ik heb begrepen, aan de slag met moral programming, of voor een simpele Nederlander zoals ik, moreel programmeren. En dat is voor mij in ieder geval al een hele uitdaging, dus dat vind ik al heel erg knap van jullie. Misschien op dat soort vragen, wat ik in mijn inleiding noem, daar denken wij momenteel vanuit het stadhuis samen met heel veel partners ook over na. We zijn samen met de gemeenteraad in gesprek om na te denken over een soort ethisch kader bij dit soort vragen op het gebied van digitalisering en informatisering. En waarom doen we dat nou? Bijvoorbeeld omdat we veel vragen en tegen veel issues aanlopen over van wie is data nu? En wat bepalen we eigenlijk nog zelf of wat bepaalt techniek of programma's voor ons? Kijk bijvoorbeeld naar de VRI's, dus de hele slimme verkeerslichten die we in de stad hebben staan. Als we kijken naar de keuzevrijheid door producten en diensten, hoe worden we daar nu eigenlijk in beperkt of gestuurd door technologie? Allemaal goede en interessante vragen die we ons moeten stellen, maar die we ons ook tijdig moeten stellen, aan de voorkant van het proces. En dat moeten we volgens mij niet alleen doen als overheid, maar juist onze Brainport-regio doet dat altijd samen. Die doet dat samen met het onderwijs. Nou, ik zit hier in een Fontys symposium. Maar ook samen met het bedrijfsleven. Die triple helix. Dat heeft ons echt als een soort baron van Munchausen uit de crisis in de jaren 90 getrokken. En ik denk ook dat die triple helix samenwerking cruciaal is om dit soort ingewikkelde vragen met elkaar aan te pakken. Want voordat je het weet, dan lopen er ook echt heel veel zaken door en loop je achter de feiten aan. En zijn zaken onomkeerbaar geworden. Bijvoorbeeld de macht die bedrijven hebben die echt grof geld neertellen voor data. Ik maak me daar zorgen om. We willen volgens mij allemaal, in ieder geval ik wel, het gevoel hebben, maar ook dat het daadwerkelijk zo is, dat je op de essentiële dingen zelf nog achter het stuur zit. En ik ben heel benieuwd hoe jullie deze middag met elkaar gaan discussiëren. Want hoe stop je nu ethiek in een systeem? Dat lijkt me zeer interessant. Dat lijkt me ook zeer de moeite waard. Dat als er een regio is, een stad is, die dat zou kunnen oplossen, dan is het de Brainport-regio, dan is het Eindhoven, dan zijn het partijen die volgens mij hier, die ik in ieder geval in het scherm allemaal voorbij zie flikkeren. Dus dat is volgens mij hartstikke mooi. Ethiek in het systeem, ontzettend belangrijk. Heel veel succes vanmiddag. Ik zit helaas zelf in een dubbele meeting in een kamer hier verderop. Dus ik ga jullie nu verlaten. Ik ga jullie heel veel succes wensen. En ik ben heel benieuwd wat eruit is gekomen. Dat wordt ongetwijfeld naar mij teruggekoppeld. En ik ga heel veel van de kennis die jullie hebben heel graag gebruiken om ook met onze gemeenteraad en met onze stad in gesprek te gaan over ethiek en digitalisering. Dankjewel allemaal en heel veel succes vanmiddag. Twee duimen omhoog.